Zaterdagavond werd op de drafbaan Victoria Park het antwoord gegeven op de vraag wie er sneller is. Een topdraver of wielrenner op topsnelheid? Tourheld Johnny Hogerland klom als ambassadeur van de stichting Jaden op de racefiets om de strijd aan te gaan met de draver Unforgettable, de Duitse derbywinnaar en een van de snelste dravers in Europa. Beiden legden in 3 heats met een vliegende start de laatste rechte lijn van Victoria Park af. Hogerland op het asfalt aan de binnenzijde en Unforgettable op de drafbaan. Ze liggen precies naast elkaar en zijn op weg naar het startpunt. De start valt direct de bocht uit zometeen. Er zijn nu 300 meter voor het startpunt. Tempo wordt ietsje opgevoerd. Honderd meter nog tot het startpunt. Johnny Hogerland begint tempo te maken. Unforgettable doet dat ook. We zijn nu vlak voor het startpunt. En de start is gevallen. Hogerland in de volle sprint. En Mollema komt nu de bocht pas uit. Hogerland heeft een heel klein gaatje geslagen. Hij ligt er 3, 4, 5 lengten voor. Het zijn fietslengten. Nu nog maar 4 lengten. Hogerland gaat hard aan de binnenkant. Daar komt Mollema helemaal voluit. Het is go, Johnny. Go, go, go. Op de streep. Nou. Johnny Hogerland wint met een neusje. Johnny Hogerland. Hogerland won de eerste heat en dat was een verrassing, want de kenners hadden voorspeld dat de draver sneller zou zijn. De tweede heat kon de beslissing brengen. Als de fietser opnieuw zou winnen, dan was de match à deux afgelopen. Johnny Hogerland in de pedalen. Mollema op snelheid. Komen de bocht uit en de start is gevallen. Opnieuw een kleine voorsprong voor Johnny Hogerland. Johnny Hogerland trapt op de pedalen met het mes tussen de tanden. Mollema aan de buitenzijde op volle snelheid met Unforgettable. Opnieuw ligt Hogerland iets voor, maar daar komt Mollema aan de buitenzijde. Unforgettable op topsnelheid. Ze gaan naar de streep en het is Unforgettable met een lengte. Johnny Hogerland dit keer geen schijn van kans. Er komt een beslissing naar de volgende koers. De derde en beslissende heat begon met een valse start. Hogerland probeerde enkele meters te pakken van het startpunt, maar dat pikte de starter niet. En dan gaan ze de bocht uit. En een valse start. Nee toch. Valse start. En dan gaan we weer. Snelheid wordt weer iets opgevoerd. Er wordt tempo gemaakt. En nu gaat Mollema voluit. En de start is gevallen. Ze zijn weg. En aan de binnenkant ligt Johnny Hogerland ietsje voor. 2 lengte voorsprong heeft hij. Aan de buitenzijde Unforgettable op topsnelheid. Maar Johnny Hogerland gaat nog steeds hard. Johnny Hogerland aan de binnenkant. Go Johnny! Go, go, go! Johnny Hogerland, is hij op tijd of net niet? Net niet op tijd. Unforgettable wint het. De draver was een fractie sneller dan de wielrenner, dat is nu duidelijk. Daar konden zowel Arnold Mollema, de rijder achter Unforgettable, als Johnny Hogerland mee leven. Ja, ik kon echt niet meer harder dus. Dus het was echt op ere geklopt? Ja, ik rij de eerste keer over de 60, dus dan wordt het toch redelijk hard gereden. Hartstikke mooi. Wat wou jij nog zeggen? Ja, volgende keer ga ik op de fiets en hij achter het paard en dan zullen we het weer eens doen. Vind je het een goed idee, Johnny? Heel goed idee. Hartstikke bedankt, man.